Het is de tijd van de kemphanen. Ze zijn op doortrek naar het noorden, naar hun broedgebieden op de toendra's. En je ziet ze op de betere slikgebieden. Ik zag ze zelfs hier op een weiland scharrelen vorige week. Groepjes van 15, 20, 30 kemphanen die met elkaar op zoek waren naar voedsel. Ze bleven wel een beetje ver weg, dus ik moest ze op afstand filmen. Maar wanneer je goed kijkt, dan zie je dat die kemphanen al echt in de kraag schieten. De een heeft al een beginnende witte kraag, de andere een zwarte kraag. De vrouwtjes die zijn juist bruin, hè, want de kemphanen met de kragen, dat zijn de mannetjes. De vrouwtjes zijn gewoon bruin. Zoals je ziet, het zijn een beetje plompige steltlopers. Beetje bol lijf, kleine kop en een korte snavel. En als je naar de poten ziet, kijkt, dan zie je dat de ene kemphaan oranje poten heeft. Dat zijn de volwassen exemplaren. En een andere kemphaan die heeft een beetje groen-gele poten. Dat zijn de juvenielen, oftewel de jongen. Die kemphanen kunnen op afstand misschien een beetje lijken op tureluur. Zeker vanwege die oranje poten. Maar je ziet meteen, wanneer je naar die kop kijkt en een beetje naar het silhouet, dat het echt een andere soort steltloper is, namelijk de kemphaan. De kemphanen trekken nu dus door naar het noorden. Ze broeden helaas nauwelijks meer in Nederland. In juni kun je de eerste kemphanen alweer terugzien. Dan hangen bij sommige kemphanen de restanten van die kragen nog aan de nek. Kemphanen, prachtige weidevogels die helaas in Nederland als broedvogels zo ongeveer zijn uitgestorven.